75-jarige leeftijd overleden. Frans Hartman werd in 1977 bestuurslid en vormde een belangrijk driemanschap met voorzitter Ferdinand Fransen en mede-bestuurslid Piet Nijland. In 1984, het jaar dat de club terugkeerde in de Eredivisie, volgde Hartman Fransen op als voorzitter. We verzoeken u voor zover mogelijk te gaan staan, respect te tonen en een minuut stilte in acht te nemen. Frans, you'll never walk alone. Dank u wel.